Hoi, wij zijn van Tool en aanverwanten. Wel, vandaag wel. Ik ben deputized. En maandje twee geleden sprak ik met Dimi. Ik zeg van, ik heb een ideetje. En we gaan een escape room doen, maar we gaan absoluut geen escape room doen. En nou, volgens mij is dat gelukt. Nou ja, dat is goed. Ik zei, doe maar een kamer. En kan die wat groter, want dan kunnen we wat meer ruimte doen. Dus heb ik mijn vrienden van Tool erbij getrokken. Jan, Willem en Rob. En daar hebben we een toelavond of drie aan besteed. Zoiets, ja. Onze eigen voorraad van gekke dingen bij elkaar gegooid en zieke geesten erbij. En toen hebben we daar een resultaatje van gemaakt. Even later hadden we bedacht van, ik wil een camera meneer hebben, want het moet allemaal vast. Toen had ik zoiets van, verrek, we moeten nog camera's. En toen kwam Dimi aan met de events, ja. Die sponsorde de harde waar die we gebruikt hebben. En dit is het resultaat geworden. The Room. Ja, iedereen moest naar kamer 9, want daar gebeurde het briefgedeelte. Maar het gebeurde allemaal in 11. Het briefgedeelte. Mooi man. Oh, die. Oké, okay, andersom. Het briefgedeelte was gewoon je standaard NDA en je first living son en gewoon the usual. Daarin werd ook uitgelegd wat we daarin deden. We vertelden een beetje het verhaal. Niet te veel, want het blijft spannend. Het verhaal is, wie die we is, wordt nooit uitgelegd. Zijn al een tijdje aan het achtervolgen een meneer. Die meneer hebben we wel gezegd een paar keer. En die meneer is vast stoute dingen van plan. En we weten niet precies waar die zat, maar nu wel de kamer hiernaast. Zometeen gaan jullie als team gaan die kamer in, want hij is een roker en hij gaat zo meteen gaat hij voor 7 hele minuten weg. Die tijd heb jij hem door die hele kamer te denderen en zoveel mogelijk info eruit te trekken. Die kamer moet daarna wel exact hetzelfde uitzien als dat hij was toen jij naar binnen ging. Want anders weet hij meteen dat hij in het snotje zit. Ook denken wij dat die persoon door meerdere instanties in de gaten wordt gehouden. Dus het zou kunnen dat daar afluisterapparatuur hangt. Als dat het geval is, documenteer dat, maar laat dat hangen. Wij hadden daar een zestal camera's neergehangen voor infra, dus voor de jury. Die waren out of play, dus die this is not happening. Nou, dat is eigenlijk wat we toen hebben uitgelegd. Behalve dat wij geen sleutel van die deur hebben. Dus daar moest een ander toertje voor gezorgd worden. Dit ding. De fun is, iedereen die we dit ding gegeven hebben, er was niemand die dit eerder gebruikt heeft. Echt gaaf. Dit is een under the door tool. En de naam zegt het al een heel klein beetje. Die gaat under the door. Hiermee ga je hengelen naar je klink. En die trek je dan onder. En op dat moment duw je een deur open. We hebben dus mensen die het nog nooit gedaan hebben. We hebben resultaten gezien van 20 seconden. Hallo hoteldeur. Er waren er ook die er 3 minuten voor nodig hadden. Maar het gaat om het idee. Daar hebben we Filipje van. Dat is correct, dat kan even niet. Je kan het. Ja! Ik weet dat ik het kan, kijk maar. Yeah. Goed, Buzzy. Ja. Dit is de verkeerde. Oh ja, die andere. Die had ik eigenlijk. Aha. Ja. Ja, we zaten een kwartier geleden alle drie nog te typen aan presentaties. Dus dat. Ik vond het wel even jammer, er zit Theo Kenner te schapen namelijk. Wat te schapen? Theo Wanga te schapen. Dus ik... Oké, super. Weer een beetje... Ja, dat is beter. Jojo.
Yes! Ja, wat tuig had allemaal pasjes die natuurlijk niet deden. Maar wel proberen, hè? Kijk, daar pliep, nog een pasje. Pliep, pliep, pliep. En nog één, en nog één. Kopietje voor dit, kopietje voor dat. Ja, wat Dimitri. Er wordt dus onder de deur. Oh, sorry. Ja. Weet ik ook niet. Je gaat dus met dat, die hengel onder de deur. En dan moet je naar die klink. Als je te ver bent, doet hij ook niks. En dan zat nog een scharnier in de buurt van de buurt van de badkamer. Het hielp ook niet lekker. Dit is zoals het aan de binnenkant uitziet. Mis. Daar komt. Waar zitten we? Oh, daar. Ja. Nou, dit. Cool, hè? En dan. Dan, 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 dan. Oh, daar gaat het naar de verkeerde auto. We begrepen het wel een beetje, toch? Jij hebt er weer een scherm. Ook meteen. Boom. Ja, echt wel. Jezus. Dit was dus het. De doorfilmpje. En dan kom je in een redelijk normale uitziende hotelkamer uit. Behalve links en rechts wat camera's die er normaal niet stonden. Dit soort kringen dus. Die moet je dus negeren. Als je binnenkomt, het eerste wat je ziet is een stelletje sleutels aan een haakje. Als je doorloopt en je kijkt, dit is de eerste kamer die je had kunnen tegenkomen. Dat is een kamer die zat onder de desk. En die wees naar de deur. 4K, all the things, zoals het hoort. Loop een stukje verder, ligt daar een papiertje met een pen. Ja, dat is een camera. Wat? Ja. Even een korte vraag aan publiek. Wie heeft de disclaimer allemaal getekend? Dat komt later. Dan maar door. En door. Dus. Nou ja, dat is inderdaad, dat is camera. Dan kom je een verzegelde envelop tegen. Nee, dat is geen camera. Maar op het moment dat je die achter tegen het licht houdt, kun je wat zien. Hij was ook niet heel goed verzegeld. Dus de enige manier waarop hij vast zat, was met zijn zegel. Dus op het moment dat je dat ding ging draaien, kon je het bericht eruit halen en er weer in doen. Dat heeft één team gedaan in de tweede run, dus die is buiten de tijd, maar wel goed gevonden. En het super secret ding werd, passphrase, can't send me. Wat iemand gebruikte om de leeftijd te profilen van de persoon. Want dit was een duidelijke hint naar can't send me en dan weet je inderdaad leeftijden. Als je een stukje verder gaat, kom je een keycard tegen van een totaal ander hotel. Dat willen wel eens handig zijn. Dat zijn allemaal dingen die wij geplaatst hebben. Niet alles had je nodig. En het is veel. Dit had je niet gehaald in 7 minuten. Volgens mij, hoe goed je je best ook gedaan had. Maar dat is het idee. Je gaat erin, paniek, paniek, paniek en eruit. Wat je verder tegenkomt zijn pillen en een handdinggeval. We hadden nog even bedacht van pillen, als je zo'n strip hebt. En dat als een binaire vlak ziet, dan kun je daar een bericht in encoden. Ja, 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 ja. Of dat meetelt, maar dat heeft niemand gedaan. Dus ja, dat kunnen we net zo goed tellen dat niet hoor. Dat het net niks is. Dit is een hele verkeerde foto. Nou, het valt aan zich hier nog wel mee. Dit is een complete. Ja, dit is de achterkant van de tv. Dit is een complete telefoon die je kan bellen, die neemt op en begint alles te streamen wat er binnen gebeurt. Dit is gewoon zijn lipopack, die hing achter de tv. En die was dus redelijk in plain sight, alleen ja, de kleur klopt, dus je hebt zoiets van, wat is hier aan de hand? Die is niet door iedereen gevonden, sommigen wel. Dan kwam je pc tegen. Die draaide inderdaad een hele oude vorm van backtrack. En, die deed wat GPS-signalen. Die er niet waren, want het ding was binnen. Maar dat is niet erg, want het was een complete false flag. als je op dat moment naar boven had gekeken, het raam uit, had je een camera gezien. En wat blijkt, de manier om een camera te verbergen, is om hem midden voor een raam te hangen. Die heeft echt niemand gezien. Gewoon. Zo gaaf. Als je dan iets doorkijkt, dan kom je op een boekenselectie uit, wat een beetje voor profiling gebruikt kan worden. Wat vreemde taalspul.
Als je onder de la ligt, een recreatief gebruik, ander spul. Als je nou nog een stukje dieper gaat, kom je dit tegen. Dit hing onder de la. Dat is inderdaad een telefoon van een bepaald formaat. Do not lick is normaal de goede. Ongeveer zo groot. Bijvoorbeeld. Hij heeft geen trillfunctie. Ik snap het niet. Als je dan een stukje naar rechts gaat, dan kom je onder de matras uit. Daar lag een folder. Die hebben niet gek veel mensen gevonden. Wat ik gek vind, want het is een redelijk normaal plekje, denk ik dan. En er kwam wat Diceware crypto key generation spul uit. Is dat ongeveer alle buzzword termen genoeg? Ja. Dat haal je daar vanaf. Diceware, cyber, all the things. En dat is best een pak papier. En er was één team wat elke pagina gefotografeerd heeft. OCD for the win! Alles vastleggen. In het linkerbovenhoekje zie je, daar in het midden zie je een koffertje, dat lag ook onder het bed, met een nummerslot. Dat staat er op 801. Dat is de eerste code die je zou proberen. Root. Ja, en dan gaat die open. Er komt wat meuk tegen met wat stempels. Sommige mensen dachten dat dat een echt paspoort was. Nee, dat is een folder van de IVD waarin uit staat gelekt dat je niet over je paspoort neer moet leggen. Achterin zit een Valk Nederland kaart, daar komen we zo op terug. Wat nog meer onder de tafel, onder het bed lag, is een lipstuk kluis laden. Die kan open, daar zit een stukje pijp in, waar best veel mensen zeiden dat die pijp leeg was. En dat klopt ook bijna, behalve die lap plastic. En als je die bekijkt, dan kom je dit uit. Wow. Puntjes met een target. En we hadden een landkaart, hè? Ja. Als je deze rode punt, niet die rode punt die beweegt, maar die rode punt op het scherm, als je die op hier legt en hem dan recht, dan zeg je Almere is de target. Als je het goed doet en deze punt inderdaad hier laat liggen, maar sowieso moet hij er nou de focus, anders werkt hij niet. En de punten op bekende hackerspaces legt, dan is de target huizen. Huizen is de target, onthoud dit. Verder in die lade lag een oude etui en de meer bejaarde mensen weten dan dat daar een sleutel in zit. Komen zo terug. Rechter nachtkastje lag dit soort meuk. Powerbank, touwtje, nog wat. Ja, dat is een camera. En by the way, het USB-touwtje. Ja, dat is een telefoon. Ja, die is eng. Die is echt heel eng. Ja, dat is echt ziek. Echt gewoon, en die bel je gewoon vanaf een whitelist en die neemt hem op. En kom maar. Dat is echt gewoon sick, 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 sick. Ja. Een stukje verder zit een la onder, wat speeltjes, wat dingetjes, allemaal niet nodig, maar een Bijbel. En waarop sommige mensen zeiden, ja, dat is een hotelbijbel. Jouw kamer heeft geen Bijbel. Dit is niet de hotelbijbel, dit is gewoon een Bijbel. Die je ook voor heel goed key generation kan gebruiken. En je treinkaartjes in verpakken. Volledig niet belangrijk, maar een paar pagina's verderop zat een vloeitje die niemand gevonden heeft. Waarop een supergeheim nummer, dat is het nummer voor de kluis. De kluis. Die gaat dan open. En dan kom je wat elektronica tegen. Want ja, je mag eigenlijk geen spannende dingen in hotelkluisjes doen. Want die zijn scheid. Stuk verder. We zitten weer op dat op het dagkastje. Want ja, vele mensen hadden wel zoiets van, daar stond een zwarte cilinder. De technische term voor die zwarte cilinder is een zaklamp. Met een iets ander vorm van licht. En dat licht, ik heb mensen de hele kamer zien afschijnen en daarna de badkamer vergeten. Jij bent. De badkamer, daar hadden we namelijk wat dingetjes mee gedaan. We hebben teams gehad die hele deur vergeten zijn. Gewoon integraal, die zit de deur, God weet wat het is, loop maar door. En dit is het beeld van binnenuit. Sommige mensen hebben zoiets van, moet ik hier echt naar binnen? What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? Fotootje.
En dan zie je ze kijken nog eens rond en denken dan van... Ja, dan heb ik geen geluid, dus ik moet doen. Dus dat is erg grappig. Dus dat zo van, kom kijken, wat is dit? We hadden een beetje Dexteriaans crime scene-achtige dingen. Dus meneer De Winter, die is iets van, hup. Maar dan gaat hij echt gewoon, fotootje. Selfie. Alles documenteren, ja, selfie, ja. Ja, alleen maar verdachte dingen fotograferen natuurlijk. Dus dat, nou, dan gaan we, ja, helemaal, smetvrees to the max, helemaal goed. En daar komen we zo meteen op, lage speelkaarten. Dit is met de omweg? Dit is met de omweg? Bijna. Ja, oké. Okay. Poetsen. Beter afgeleverd dan dat was. Ja, is goed gedaan. Trouwens, in mijn kamer, als je naar buiten liep, daar stond een hele grote doos met latex handschoenen. Had je best kunnen vragen, hoor. Ik ben niet actief van de... Ja, dat kan. En dan denk je van, waar is Brenno? Waar is Brenno? Daar is Brenno! Ja, ja, bedoel, kunnen we even terug? Kunnen we even terug? Want deze hebben we al gehad. Ik ga trouwens vrij vlekkel, zei ik bijna te hard. Ja. Ja. Het lampje was nuttig. Dus je had hier gewoon de chemicaliën van de aanval kunnen uitvogelen. Cafeïne en alcohol. Dus in huizen was het feestje. Dus, dat heeft niemand gevonden. Wat men wel gevonden heeft, onze doedoes. Eén team heeft gewoon zijn stift laten vallen. Dat is gevonden. Dat is wel grappig. Dat hadden we beter moeten schoonmaken met ander spul wat niet in een standaardkamer zit. Dat was niet de hele badkamer, er was meer. Brenno zat heel dicht in de buurt van een RSI-kie. RSA-kie. Dit vonden sommige mensen een beetje raar of helemaal niet raar. Ik vind een pak speelkaarten in een douche. Weet ik niet. Ja, maar het ding is gesield. Ja, dat is wel gesield, maar nadat zijn zegel werd opengemaakt. Op het moment dat je spelkaarten bekijkt, dan kun je ook weer puur door een kaart wel of niet om te draaien, heb je een heel leuk binair systeem waar informatie in kan. En ik zou solitair crypto een keer opzoeken. Dat is leuk. Cryptonomicon heeft er een klein hoofdstuk aan gewijd. Als je weer teruggaat, de kamer in, dan zijn ook mensen die de kastdeur gewoon... Kast zal wel out of play zijn. Nee, niet echt. Daar hing een typisch klederdracht in en een koffer. De koffer kon gewoon open, dan kwam je een ander koffertje tegen. Daar zat een slot op. We zijn vertoeld, dus dat was een serieus slot. Maar dat is niet erg, want we hadden sleutels, weten we nog. Die sleutels, daar hing trouwens ook een USB-stick aan. En een autosleutel. Nee, dit is een camera. En Protec sleuteltjes die dat slot kunnen openmaken. En dan kwam je een halfgelaten masker tegen, dus vermoedelijk ook iets met spraypaint. Vandaar het, de klederdracht. Verder in die kast, als je achter het kussen kijkt, kom je kluisje tegen. Met de sleutel die we gevonden hadden. En dan kwam je een betaald ding, unit geval, met kaarten tegen. Dat. Dan hebben we nog kussens. Daar kun je echt wel onder kijken. En dan kom je de nieuwe equivalent van een paardenkop tegen van We Will Cut Your Power. Oud-gediende onder ons, ja, dumpster diving is a thing. Hier zaten inderdaad bonnetjes. Maar als je die zak eruit trok, kwam je een doosje tegen. In dat doosje zat een hele plotte telefoon met wat internationale Zims. En ja, hij is een van ons met de drinkmaten. En ja, weet je nog, die NDA vanaf het begin, waar die getekend mee hebt? Ja, dat is een camera. Ik heb die getekend. Wel eens. Ik heb een tekening en die was
duidelijk in opdracht. You're up. Do not breathe. Nou ja, iedereen is er weer. Over dingen die fout gaan. Dus dit was de room, control center en de kamer waar we daadwerkelijk heen gingen. Dus de room. We hebben 8 teams gehad. 50 mensen. Die kregen ieder allemaal 7 minuten. En we hebben exact 0 handschoenen gebruikt. Dus genoeg fingerprints om rond te gaan. Ik vond op zich bonuspunt voor Brenno. Die ging in de badkamer, pakte die wel een tissue om alle dingetjes te openen en te laden en zo. Maar die pakte wel de tissue uit de tissuebox uit die badkamer. Dus maar hij heeft de tissue daarna niet weggegooid in een van onze vuilnisbakjes. Dus dat is echt bonuspunten. Dat klopt niet. We halen handschoenen. Die lagen niet voor niks aan. Maar niemand vroeg ernaar. Het belangrijkste vonden we van de hele exercitie, laat niks achter. Dus de meeste strafpunten hebben uitgekend voor als er dingen veranderd waren. Dingen die op een andere plek lagen, dingen die anders op zijn plek lagen. We hebben ook punten af moeten trekken voor mensen die hebben dingen meegenomen uit de kamer. Dat is een risico. Zelfs afval. Technisch. Bijvoorbeeld, iemand had iets gevonden in de vuilnisbak, bonnetje, interessant, neem ik mee. Je weet nooit of iemand van plan is om daar nog iets mee te doen, of dat die ook inderdaad zijn vuilnis gewoon zelf meeneemt en verbrandt. Dus er is een risico. Alles wat je meeneemt is risico. Maar het leukste is natuurlijk als je extra items in de kamer vindt. dit is niet mijn zonnebril. Die lag dus fucking midden in de kamer, zeg maar. Het is de moeite waard om, als je een kamer uitgaat, nog even een sweep te doen. Hebben we alles meegenomen? Ja. maar ook onze kamergast had een beetje OCD. Die zaklamp zit in de hoek op het tafeltje, recht overeind. Die powerbank zat meer op het midden, gericht op de spiegel. Het zijn allemaal kleine details die je hele operatie gewoon kunnen burnen. Deze pen lag bovenop de envelop. Maar dat was niet het enige team dat het deed, want deze lag ook verkeerd. Hij moest veel meer naar boven toe. En dat krijg je een beetje met een OCD-kamergast. Even een korte quizvraag voor mensen die Linux gebruiken. Stel je voor, je moet een commando opnieuw intikken wat je in een ver verleden ergens hebt ingetikt eerder. Wat doe je? Ga je hem opnieuw uittikken of ga je 100 keer omhoog rammen in je bash history om hem te vinden? Dus het is een risico als je dingen gaat intippen op een laptop die open staat. Het komt in je history terecht. Maar op zich, we vinden het oké dat jullie allemaal documenten gaan openen. Zelfs wanneer mensen het beter weten dat er een history is, en die gaan daadwerkelijk ook de history opzoeken van eerder ingetikte commando's, maar hun history eindigt in de history van de history, dat is een risico. En heel eerlijk gezegd, deze laptop had niet zo heel veel waardevols erop. Als je afvraagt wat in de tekst flippingtables.txt stond, ja, dat was niet de moeite waard. en als je dan het risico neemt om commando's in te tikken, vergeet hem niet te clearen nadat je dat doet. Wij kwamen terug naar de laptop en de console stond vol open met de output van het forensische team wat binnen was geweest. Ja, dat is natuurlijk een grote giveaway. Nou, dat waren de grootste fouten die we zagen. Je laat dingen met rust. Een laptop die open staat is niks anders dan een grote honeypot. Als jij niet het team bent wat dedicated is om daar een kopie van te maken, neem er een foto van dat die open staat. Kan je iets ontdekken wat op de desktop staat. Maar een aantal teams die hebben gewoon aandacht besteed aan wat kunnen we zien op het scherm. Fotootje van de output, fotootje van de icons die zichtbaar zijn op het scherm, maar niks aanraken van input-output. Je weet nooit of er misschien een of andere cronjob op de achtergrond draait die dat allemaal logt, keyloggers, whatever. Je weet nooit hoe forensisch capabel je tegenstander is. Want degene die jij forensisch onderzoeker bent, kan dat ook weer doen op jou. Dus
En dat is hetzelfde met spullen. Leg ze allemaal terug op dezelfde plek. Makkelijkste is neem een foto voordat je begint. Onderzoek het ding. Wipe it down. Plaats het terug aan de hand van je foto. Nou was het. Jan-Willem? Ja, ik heb de laptop niet nodig. Ik heb hier wat prijzen. Want niks is leuk zonder prijzen. Ons budget was niet heel groot, dus het is alle random crap die we uit de kamer hadden. Voor dit geval heb ik gloves voor mezelf. Zo'n OJ-handschoen. Camera's uit. Met een stop eruit. Ja, maar al die mensen die al alles hadden gezeten en zo. Je bed moest hebben. En wij hadden UV-lampen. Hoe heb je gedoucht, ja? Achter een gordijn. Bij de buurman. Wat? Ja, daar gaan we. We hadden maar 7 minuten, heb ik al voor. Die had je van tevoren kunnen doen. Kom nou, doe rustig, man! Oh, nee! Nee! Had je hem nodig? Nee. Oké, in deze laptoptas, die ga ik niet meer mee naar huis nemen, ligt een rol duct tape. Vuiltjes, die ze hebben er uiteindelijk uitgehaald omdat mensen met dit ding in het slot gingen porren. Dat is niet zo handig. Het pakje kaarten, zodat je kan spelen met solitaire encryption. UV, kit, verf, allemaal leuk. Maar die verf is evil. ga dat niet in je huis, nee precies. Een hazmat suit of iets wat ervoor door moet gaan. Even de illustratie. Dat is van 3 dagen geleden. Pennen die iets zouden kunnen doen zijn. Microsoft buttplug pennen. Yes. Microsoft buttplug pennen, zoals Jos het zegt. En schoonmaakspul. En een random zonnebril. Waar zou die vandaan komen? Een lockpick set, kom op. Er zit ook nog een lockpick set. Ja, daar ben ik vergeten dat ik die mee had genomen. Yes. Dit is helaas alleen maar voor de eerste prijs, of misschien goed voor de... Oké, als derde was Cyber Hotel, dat is de groep van Dimi. Die deed het heel goed. Ze hebben uiteindelijk bijna geen evidence achtergelaten en dat was fantastisch. Maar ze hebben minder gevonden dan de rest. Op de tweede plek was het Dank YOLO Swag 1 Million. Voor de beste naam... zij deed ook hartstikke goed. Ik weet niet meer wat zij wel of fout. Niet hebben gedaan. Er was iets fout. Was En ja, voor de eerste plaats helaas, sorry. Maar dat is de feest. Ja! Kom maar halen, de prijs. Wij willen best even een dankwoordje doen. Wij hadden ons goed voorbereid hierop door elkaar al 10+ jaar te kennen. Ja, verder hebben we volledig geen voorbereiding gedaan, maar ja, we waren met een klein team. En dan loopt er niet steeds een Brenno voor je voeten door de douche. Niet dat we wat zinners hebben gevonden in de douche, maar er liep geen Brenno voor je voeten. En ja, gewoon OCD, all the things, fotografeer alles en elke pagina die tegenkomt, elk treinkaartje, elk boekje, de pagina waar die op ligt, hoe ze lagen. Ja, want dan kun je kijken of je het goed hebt gedaan, foto's vergelijken. Gewoon, ik heb ze niet eens opgestuurd, sorry. Maar ik heb 850 foto's gemaakt. Fotografeer alles. Ja, in 7 minuten, ja. Echt belachelijk. Dus ja, dat was het eigenlijk wel. Morgen een nieuwe SD-kaart kopen. Ja. Hij is vol. Dank jullie wel. Het was ik vond het een awesome experience. Ja, het was echt heel goed gedaan. Dank jullie wel. Bedankt voor jullie aandacht. Bedankt voor jullie aandacht. Dit is vrij geïmproviseerd. Ook de
De presentatie is geïmproviseerd. Bedankt voor het slot. De social engineering experience die is daarvoor opgeschoven. Die gaat nu los en dan komt het. En ja, ik geef het woord aan hem dan. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar.